Het punt is dat als je de hoeveelheid resveratrol tot je wil nemen via rode wijn die wij gegeven hebben. We hebben destijds 150 milligram gegeven. Dat heb je heel gezellig dagelijks, leven. Nou, niet eigenlijk, denk ik. Want je moet dan dagelijks 13 flessen rode wijn drinken. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over meer energie tijdens het sporten door efficiëntere mitochondriën. Ze zijn de energiefabriekjes of machinekamers van je spieren, de mitochondriën. Wat maakt ze zo belangrijk en hoe werken ze precies? Wat is de beste training om meer en betere mitochondriën te kweken? En kunnen antioxidanten, polyfenolen en taurine dit inderdaad ook bewerkstelligen? We vragen het aan onze special guest, hoogleraar bewegingswetenschappen in Maastricht, Matthijs Hesselink. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey, Gerrit. Goedemorgen! Goedemorgen. Welkom terug! Ja. Het is hoogzomer, augustus. Het is tijd voor een nieuw seizoen. Zin in. 21 nieuwe afleveringen op weg weer naar het einde van dit jaar. Iedere vrijdagochtend in je favoriete podcastspeler. Ja. En we gaan er meteen goed in, zo na de vakantie, met een echte wetenschapper. We hebben een gast bij ons en we gaan het hebben over echt een beetje onder de motorkap. Ja, precies. Daarom hebben we al in onze korte broeken, aan, hè? Mooie bruine benen. We gaan onder de motorkap, maar ik heb van tevoren, zeg ik maar even tegen onze luisteraars, Jurgen op het hart gedrukt. Kom er ook weer uit en laten we kijken of we het ook naar praktische tips en adviezen kunnen vertalen. Gaan we doen. Tegelijkertijd ben ik ook razend nieuwsgierig hoe het nou allemaal werkt. Die energiefabriekjes die hier al vaak voorbij komen. Ja. Wie hebben we daarvoor bij ons? Matthijs Hesselink. Ja, een echte professor. Zeker. We schakelen live met Maastricht. Hij is er al. Matthijs, goedemorgen. 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 Welkom in de Slimmer Presteren podcast. Dankjewel. Fijn dat je bij ons bent. Jurgen, voor de mensen die Matthijs Hesselink niet dagelijks een pepertje van lezen. Nou ja, dat is gek toch. Wat is zijn claim to fame? Waar kunnen we ja, van kennen? Claim to, ik heb het natuurlijk, misschien weten mensen dat wel of niet, in voor mijn hele periode als dit werk, als journalist, heb ik gewoon ook in het academisch onderzoek gezeten. En waaronder een aantal jaren in Maastricht. Ja. En heb ik een tijdje een beetje richting... Nou, diabetes gewerkt en noem maar op. Nou ja, dan kom je al snel in de hoek van de mensen die daar echt verstand van hebben, zullen we maar zeggen. Ja. Matthijs is er daar zeker één van. En het leuke is, ik heb hem wel een paar keer ontmoet. Ja, hij is heel erg geïnteresseerd, ook in zijn, vanuit zijn onderzoek, maar vanuit zichzelf, in sport, wielrennen. Leuk om te weten is dat hij samen met Louis Delahaye bijvoorbeeld heeft gestudeerd. Nee, die spraken wij in aflevering 40 alweer. Ja. Ja. Maar daarnaast ook toch wel wat bekendere bewegingswetenschappers in het profpeloton nu ook als heeft of begeleid of bij afstudeerstages of in ieder geval heeft opgeleid een beetje. Dario Sanders, volgens mij werkt hij bij Ineos. We hebben Tim Heemskerk bij Jumbo-Visma, meen ik. En Mathieu Heijboer, ja, die kennen we ook allemaal. Ah. Want, dus hij zit toch wel bij dus het... Al die slimmigheid in dat wielerpeloton, dat komt gewoon van deze hoogleraar uit Maastricht. Wat een eer, Matthijs, dat je bij ons bent dan.
Nou, het is gewoon heel leuk om bij jullie te zijn, hoor. En het is eigenlijk niet een eer die mij toekomt. Het is een eer die die jongens toekomt. Want dat die hebben het zelf richting dat niveau getrokken. Dus ja, daar die zijn dagelijks bezig om al die wetenschappelijke kennis in de praktijk in het precies. Profpeloton te brengen. Wij maken natuurlijk een podcast voor de goedwillende amateur. Dus we gaan op zoek naar het antwoord op een aantal vragen. Ik zei het ook al in mijn introductie. Die mitochondriën, we hebben het er vaker over. Maar laten we even ontdekken wat het dan is, hoe ze werken. Om dan vooral beter te begrijpen. Kun je ze trainen? Kun je ze kweken? En een van de aanleidingen waarom we ook deze aflevering maken. We hebben wat luisteraarspost gekregen. Onder andere van Nikki Korte. Die mailde ons met een vraag over X-tract. Ja. Heb jij de vraag nog paraat? Zal ik hem kort voorlezen? Lees jij maar even voor. Nikki is heel blij. Die luistert trouw iedere vrijdag weer een feestje. Nu kwam ze een advertentie tegen op Facebook. Nou, dan moet je altijd al een beetje argwanend zijn natuurlijk. Voor het middel extract. En ze zegt, wat is dat voor gek verhaal? Dat je voor 6 uren uithoudingsvermogen in 1 shot zou kunnen innemen. Hoe kan dat? Ik neig naar onzin. Maar is dat ook zo? Ja, het kost je €3,25. Dat heb ik nog wel opgezocht. Per shot. Okay. Maar ja, dan kan je 6 uur langer gaan. Hè? Als je een hele marathon zou kunnen uitlopen op 1 shotje van €3,25. Ja, de mitochondriën suggereert het ook nog. Mooi. We hebben ook een bericht gekregen nog van Lucas van Rosmalen. Die had ons een aantal suggesties en die stuurt ons vaker linkjes en dingen om even mee te bekijken. En die zei ook, diezelfde man die magnesiumsupplementen adviseert bij ouderen, heeft hier ook een verhaal over taurine. Een stof die je, daar zijn ze weer, de mitochondriën een boost geeft. Je zou er sterker van worden en langer door kunnen sporten. Nou, dat was denk ik 2 maanden geleden in groot nieuws. Meen ik in wormen, muizen en in apen dat taurine die langer kan laten leven. Dus daar kunnen we straks even aan Matthijs vragen hoe dat dan zou werken en of dat inderdaad zo werkt. Ja. Genoeg gekletst. Laten we maar eens even de Maastricht University aan het woord laten. Matthijs, zoals ik graag zeg aan het begin van de aflevering, laten we bij het begin beginnen. Als jij nou misschien niet meteen in de collegezaal of aan een promovendus, maar op een verjaardagsfeest aan mensen moet uitleggen wat die mitochondriën nou precies zijn en doen. Hoe leg jij dat uit? Ja, meestal vermijd ik dat. Maar goed, dat zal dus vanmiddag niet lukken. Nee, wij maken als mensen eigenlijk iedere cel heeft als universele energiebron gebruikt die ATP, adenosine trifosfaat. En dat wordt in grote hoeveelheden en op een hele snelle manier kunnen we dat vormen in mitochondria. Dus de mitochondria zijn de plaatsen waar wij heel snel en veel ATP kunnen vormen. En dat vormen we hoofdzakelijk uit 2 energiebronnen. Dat zijn suikers, koolhydraten en dat zijn vetten. Ja. En die mitochondria die zijn zo ingericht dat ze van energiebron kunnen wisselen. Dus ze kunnen snel kiezen tussen suikers of vetten. Een beetje afhankelijk van voedingstoestand, getraindheid, intensiteit van de inspanning. En je kunt uit suikers een aantal ATP genereren. En je kunt uit vetten veel meer ATP halen, maar goed, dat gebeurt dan uitsluitend in aanwezigheid van zuurstof, dus daar heb je echt zuurstof ook voor nodig. Uit suikers kunnen mitochondria ATP halen, dan halen ze, als ze dat via mitochondria doen, 38 ATP uit. Dat is 18 keer meer dan dat ze dat zullen doen als ze niet gebruik maken van de mitochondria. Dus mitochondria zijn belangrijk in de vorming van ATP, en ATP is vervolgens de belangrijkste universele donor van energie en eigenlijk al onze levende cellen. Ja, want daar begon je het verhaal mee, sluit je verhaal mee af. Je zegt alle cellen, dus we hebben het niet specifiek over de spieren, of wel? Nee, ik zeg alle cellen, maar de purist zal mij corrigeren. Pas op, ze luisteren mee. Ja. Vrijwel alle cellen in het menselijk lichaam hebben mitochondria en daar is ATP-vorming dan de belangrijkste energiebron. Ja. Cellen die geen mitochondria hebben, denk bijvoorbeeld aan rode bloedlichaampjes, die halen hun ATP uit andere manieren. Ja. Dus onafhankelijk van mitochondria. Die mitochondria, die zijn dus, die kunnen uit voedingsstoffen, vet of koolhydraat, suiker, zeg jij, kunnen dat ATP maken. Zitten ze dan ook in de bloedstroom? Of ik bedoel, hoe komen die energiemiddelen bij deze fabriekjes? Nou, ze ons richten op de spier, want dat is denk ik voor jullie het meest interessante orgaan. Ja. Die spier die wordt natuurlijk helemaal doorbloed met allerlei grotere en kleinere bloedvaten. Rondom iedere spiercel ligt, afhankelijk van hoe getraind die spiercel is, liggen een aantal haarvaten, capillairen. En door die capillairen stroomt het bloed, dat stroomt daar langzaam, want die capillairen die zijn heel smal.
En in dat bloed zitten energiestoffen zoals suikers en vetten. En er zit ook zuurstof in. En dat gaat eigenlijk grotendeels via diffusie gewoon over de spiercelmembraan. Ja. En dan dat neemt betekent spiercel... dat het door de celwanden heen Precies. beweegt, toch? Ja. Ja, gaat het door de celwanden heen en dan komt het in de spiercel terecht. Een deel daarvan wordt opgeslagen in de spiercel en een deel wordt min of meer direct gebruikt om ATP van te vormen. Ja. Ja. Dus die mitochondria zitten in die spiercellen en die spiercellen worden via een bloedstroom voorzien van hun voedingsstoffen en zuurstof. Ja. En dit ook natuurlijk, dit klinkt heel simpel van, zit bijna in elke cel, veel in spieren. Ja, en toch kan het ook misgaan met die mitochondria. Eigenlijk in ieder geval iets wat vaak gehoord wordt, mitochondriale dysfunctie. Wat betekent dat? En waarom kan de mitochondria niet altijd zijn werk doen? En ja, mitochondriale dysfunctie is een lekkere vergaarbak. Eigenlijk gooien we er alles in wat, als we denken de mitochondria het een beetje minder doen, dan noemen we dat dysfunctie. En heel zelden meten mensen eigenlijk echt de functie van een mitochondrion, maar meet je op een indirecte wijze wat mitochondria doen. En dat is namelijk het opnemen van zuurstof om uiteindelijk ATP te kunnen vormen. Dus heel vaak is de meting van mitochondriale functie of dysfunctie bestaat uit een zuurstofopnamemeting. Mm-hmm. En jullie hebben in eerdere podcasts ook wel eens ooit behandeld dat je maximale oxidatieve capaciteit van mensen kunt nemen. Je meet een VO2 max test bijvoorbeeld. Ja. En die VO2-max-test is niet meer, of eigenlijk vind ik dat zelf altijd heel bijzonder hoor, maar dat is de verzamelde zuurstofopname, en dan wordt het een beetje ingewikkeld, maar op complex 5 van de elektronentransportketen die in het mitochondrion zit. Ja. Ja, die laten we even Oké, Matthijs, zeg maar. Maar ik denk essentieel, Gerrit, is dat die zuurstofopname wordt gebruikt als maat voor de functie van die mitochondria. Ja. En dat is omdat dat een belangrijke determinant is van de efficiëntie waarmee die mitochondria ATP kunnen vormen. Ja. En als dat slechter gebeurt, of ik heb een lagere VO2 max, dan pak een beetje een profielrenner of pak een beetje een Gerrit hier tegenover me. Ik wou zeggen, je zit naar mij te kijken. Ja, dan kan je dat eigenlijk... zijn daar twee verklaringen voor, lijkt me. Enerzijds, ik heb er gewoon minder mitochondriën. Juist. Ja. En de kwaliteit van mijn mitochondriën, ik ben al een stukje ouder bijvoorbeeld, ik train minder hard of noem maar op. De kwaliteit is wat minder, maar kwaliteit is natuurlijk ook een beetje een moeilijk of een breed begrip wat dat betreft. Ja, nou ik denk, je hebt het raak inderdaad. Dat zijn de twee variabelen waar we de meeste kennis over hebben. Als je er minder hebt, minder mitochondriën, heb je een lagere zuurstofopname, heb je een lagere oxidatieve capaciteit, ben je een minder goede duuratleet. Als je er evenveel van hebt als Gerrit en die van jou doen het heel veel beter dan die van Gerrit, kan het zijn dat je net zo'n goede duuratleet bent, verondersteld dat alle andere variabelen hetzelfde zijn. Maar hele goede mitochondria, dus mitochondria die het per mitochondrion heel veel beter doen dan anderen, dat is eigenlijk een beetje de vraag of dat echt bestaat. Okay. Ja. Het belangrijkste, als wij gaan kijken naar training, is toch, we zien wel dat de mitochondria het een beetje beter gaan doen. Maar als je dat normaliseert op aantallen mitochondria, voor zover dat kan, dan is de mitochondrion van een getraind iemand niet per se heel veel beter in het genereren van ATP dan van een ongetraind iemand. Ja, maar van een diabeet wel. Ja en nee. In aantallen zit een diabeet gewoon echt lager. En wat een andere karakteristiek is van het mitochondrion dat een diabeet verloren heeft, dat is die mogelijkheid om snel van energiebron te wisselen. Mm-hmm. En dat is ook een belangrijke karakteristiek van het mitochondrion, die je niet per se in aantallen terugvindt, maar dat is wel echt een functiedingetje. Dus daar zeg je van, dat kan wel wisselen, maar vervolgens heeft dat op de ATP-productie dan weer niet zo heel veel effect. Wat is niet zoveel effect? Dat hij dat niet zo goed kan wisselen? Ja. Want hij staat nou eenmaal een standje vet of standje suiker. Ja. En dan doet hij toch gewoon zijn stinkende best. Nee, hij staat eigenlijk altijd een standje ATP. Het doel van het mitochondrion is het vormen van ATP. Ja. En dan pakt hij voor wat er voorbij komt. Suikers of vetten. Oh, oké. Okay. Een gezonde mitochondrion. Een gezond mitochondrion, ja. En een minder gezond mitochondrion wil nog steeds ATP produceren. Want dat is wat die cel aan hem vraagt. Maar kan minder goed kiezen tussen suikers of vetten.
En dat is dan in de sport en in de duursport wel belemmerend. Want als jullie weten, hebben we niet zo heel veel suikers die we opslaan. En kunnen we die suikers die we opslaan alleen maar gebruiken in aanwezigheid van, of hoofdzakelijk efficiënt gebruiken in aanwezigheid van zuurstof. Dus als jij in staat bent om met jouw mitochondria op een hoge intensiteit veel ATP te blijven genereren uit vetten, ja, dan spaar jij die suikers. En dan kun je die suikers gebruiken op het moment dat de intensiteit nog hoger wordt, of dat het allemaal anaerober wordt, omdat dat je op hoogte aan het fietsen bent, dat soort zaken. Helder. Ik moet nog één stapje terug naar de basis om dit gesprek goed te kunnen blijven volgen. Namelijk, we praten over mitochondria alsof het iets is. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk twee vragen. Eén, als ik mezelf nu opensnij en ga in een spiercel kijken, zie ik dan ook echt iets of is het een systeem? En twee, dat leidt dan tot mijn volgende vraag. Je hebt het over twee variabelen, hoe goed zijn ze en hoeveel heb je er? Kun je er dan meer krijgen? En ga je dat dan ook weer zien, zeg maar? Ja. Nou, we beginnen met je vraag 1. Als ik mezelf opensnij, zie ik ze dan? Je had het net over middle-aged men in Lycra. Ja. Als je een hele goede leesbril hebt, een hele goede leesbril die echt veel kan vergroten, kun je mitochondria gewoon zien. Okay. Dus onder de microscoop kunnen wij mitochondria bekijken. Als je dat doet in een spier, zul je ook zien dat ze zelden als losse entiteit liggen, maar dat ze ook in een netwerk aan elkaar verbonden kunnen zijn. Daar kunnen we het later nog over hebben. Mm-hmm. Maar dat maakt het ook een beetje moeilijk om te gaan praten over echt aantallen mitochondria. Dus we zeiden net van je hebt er veel of je hebt er weinig. Dat is wel een determinant. Maar als we dat gaan meten, dan het is zelden zo dat we een techniek gebruiken om echt mitochondria te tellen. Het is veel eerder zo dat we een meting doen waarin we bijvoorbeeld de hoeveelheid mitochondriaal eiwit proberen te meten. En dat kan dus optelsom zijn van meerdere mitochondria. En ik denk dat we tegenwoordig ons steeds meer realiseren dat die meting wel een beetje te grofstoffelijk is voor wat het mitochondriaal echt kan doen. Dus dat je, we moeten toe, en dat zijn we ook al aan het doen in de wetenschap, en dat zie ik ook al in de toegepaste sportwetenschap komen. We moeten toe naar metingen die ons meer vertellen over de dynamiek van het mitochondrion. Dus niet alleen maar kijken van hoeveel hebben we er, kunnen we er meer krijgen en worden ze beter. Maar bijvoorbeeld ook, liggen die mitochondria dicht tegen elkaar aan? Maken ze een netwerk? En dat is belangrijk, omdat die mitochondria het doel hebben om ATP te vormen. Dat doen ze eigenlijk vanwege een stroomnetwerk dat ze vormen. En dus je kunt ATP vormen omdat er een gradiënt ontstaat dat een membraanpotentiaal genoemd wordt. En dat is een potentiaal, dat is net als een elektriciteitsnetwerk. Als je veel elektriciteitsgeneratoren aan elkaar verbindt, hè, via een stroomnetwerk, dan kun je heel snel die stroom verplaatsen en op andere plekken gebruiken om energie te genereren. Ja. En het mitochondriële netwerk kan dat ook. En dat is iets wat we eigenlijk... Kan het beter als het goed verbonden is met elkaar, begrijp ik jou. Dan kunnen ze meer energie, oftewel meer... letterlijk potentieel op die spieren zetten, wat weer omgezet kan worden in kracht en beweging. Ja, zie je het als een stad waarin verschillende plekken transformatorhuisjes staan. Ja. Als die transformatorhuisjes aan één woning verbonden zijn, ja, dan kan die woning daar stroom van gebruiken. Als je alle 15 transformatorhuisjes in de hele stad, hè, het is dan het analoog aan het mitochondrion, als je die verbindt met een kabel, dan kunnen ze veel meer voorzien. Ja. En efficiënter hun energie inzetten. En je zegt, dat moeten we beter gaan onderzoeken over hoe die netwerkstructuur van die mitochondria in die spieren in elkaar zit. Ja. Volgens mij hoor ik jou impliciet al door de vragen die je dan stelt antwoord geven op mijn tweede vraag. Je kan er meer van krijgen. Ja dus dat is wel echt iets wat lukt. En dat is ook iets wat lukt door fysieke inspanning. Of eigenlijk misschien moeten we zeggen, ik draai het wel vaker om. Want oorspronkelijk zijn wij ooit, denk ik, een soort van gebouwd om energie te kunnen genereren en fysiek actief te zijn. Dus ik denk dat wij de capaciteit om mitochondria te verliezen, is iets wat wij onszelf aangedaan hebben. En dat is een reversibel proces. Als je weinig doet, als je veel stil zit, als je weinig beweegt, dan verlies je aantal mitochondria. En je kunt die opnieuw gaan vormen door regelmatig fysiek actief te zijn. En dan kun je misschien vragen, van waarom raak je ze kwijt als je lichamelijk inactief bent? Dat is eigenlijk een reactie van het lichaam op
ja, die raakt toch graag kwijt wat hij overbodig vindt. Ja, en als jij lose it or lose it, toch? Waarom zou het meeslepen als ik het niet nodig heb? Ja. En hoe snel, hoe dynamisch is het dan eigenlijk? Hoe snel komen er weer bij? Of hoe snel kunnen ze met elkaar verbinding gaan leggen? Dat zijn twee verschillende processen op heel andere snelheden. Dus de nieuwvorming van mitochondria is een ingewikkeld proces. Dat denken we eerder in termen van dagen en misschien zelfs weken voordat je een nieuw mitochondrion gevormd hebt. En dat is deels omdat je dat doet uit bestaande oude mitochondria. En wat bijzonder is voor mitochondria is dat ze voor de eiwitten die ze nodig hebben, zijn ze voor een deel afhankelijk van eiwitten die komen uit de celkern. Dat is wat eigenlijk bij alle eiwitten het geval is. En voor een deel zijn ze afhankelijk van eiwitten die gemaakt worden, waarvan het DNA in het mitochondrion zelf ligt. Dus dat is complex. Dat is een proces dat langer duurt en redelijk veel verschillende enzymen en zo kost. Dus eerder dagen, weken dan uren. Terwijl van de netwerkdynamiek, die dynamiek die er bestaat in die mitochondria gaan elkaar opzoeken en gaan dicht tegen elkaar aanliggen. Daar hebben we inmiddels van gezien, dat is echt een proces van minuten. Oh. Het is fantastisch om te zien. Dat is bijna het effect van een warming up dan of zo, Matthijs? Ja, bijna wel. Ja. Ja, of het effect van een maaltijd kan het ook zijn. Of het gebrek aan een maaltijd. Het is echt... Is dat dan ook wat mede gebeurt bij een hongerklop? Dat die netwerken uit elkaar vallen of zo? Daar ga je denk ik wat kort door de bocht. Wat ik aan het doen ben in mijn hoofd, want op zich leg je het heel helder uit, maar we praten met enorm veel hele abstracte begrippen die ik niet zo vaak tegenkom. Dus ik probeer het een beetje te knopen aan dingen die ik wel weet. Bijvoorbeeld, als je zegt door training kan je dit kweken. Wat ik weet en leer in deze podcast, als je gaat trainen, komt er kleine spierschade, hebben we dan geleerd. En door je herstel komt dat dan sterker terug. Is die spierschade, quote-unquote, waar we het dan over hebben, is dat ook dit proces dat die mitochondriën een beetje uitgeput raken en dat het lichaam dan denkt, hey, ga er meer bouwen? Nee. Ik denk jammer. De spierschade, zoals zijn je die kent... twee processen naast elkaar. Ja, maar het zijn wel twee adaptieve processen. Dus twee processen die allebei bijdragen aan aanpassing aan de nieuwe belasting. Precies. En ik denk die kleine spierbeschadigingen die jullie het over hebben en die je soms ervaart als spierpijn, dat is beschadiging aan contractiele eiwitten en structurele eiwitten. En dat zijn dus eiwitten die betrokken zijn bij het samentrekken van de spier. Dus het vormen van de kracht. Echt het bewegen. Ja. En de opbouw van die spier. Dus dat is wat je ervaart als spierpijn. Mm-hmm. Maar in principe is eenzelfde type trigger is ook iets wat het mitochondrion aanzet tot het remodelleren. Oké. Wat is nou uiteindelijk, hoe merk ik nou als atleet dat ik aan het trainen ben met mijn mitochondriën, dat het toeneemt? Is dan uiteindelijk dat ik het langer volhoud of dat ik meer kracht kan leveren? Of, hoe merk ik nou het positieve effect? Als we praten over fietsen of over hardlopen, dat je een hoger vermogen of een hogere snelheid kunt bereiken met meer ervaren gemak. Gemak is natuurlijk altijd een lastige term. Ja, maar daar gaan we hier goed op in de podcast. Maar in de wetenschap vinden we dat niet zo fijn. Nee. en jij hebt er ook niet zo heel veel aan. Als je langer kunt lopen over die marathon. Want je wil niet langer lopen. Je wil 42 kilometer lopen. En dat wil je eigenlijk in 2,5 uur doen. Of in 2 uur 17 of zo. Je wil harder. Dus langer heb je niet zoveel aan. En je wil meer vermogen kunnen genereren. Dus meer energie in een bepaalde tijdseenheid. En energie in een bepaalde tijdseenheid, daar hebben wij, als je daar heel veel van wil hebben, daar hebben we suikers voor nodig. En die kun je dus snel opstoken als jouw mitochondriële netwerk niet zo goed intact is, want dan is dat niet zo efficiënt. En als je dat netwerk efficiënter maakt, dan kun jij dus, omdat de stroompjes waar ik het net over gehad heb, efficiënter worden verspreid, kun jij beter die hele spiercel van ATP voorzien. Hoe merk je dat? Ja, als je een ervaren loper bent, dan weet je bijvoorbeeld wat voor gevoel je hebt bij ik loop 3 minuten 30 per kilometer. Ja. En als jij... Of ik denk in de belevingswereld van veel van onze luisteraars, 4 minuten 30 per kilometer. Ja, of 15 als je met mij praat of zo, of 5, 15. Maar ja.
Maar ook voor mensen die 35 lopen per kilometer, die zullen ontdekken als ze 2 weken niet gelopen hebben, dat ze die 35 nog wel bereiken hoor, maar dat ze daar echt wel meer hun best voor moeten doen. Ja. Ja. En dat kan best al een mitochondrieel effect geweest zijn. Ja. Omdat die effecten kunnen echt heel snel gaan. Ja. Hmm. En ik zeg dat kan best, omdat we moeten dat nog echt uitzoeken. Maar sinds bekend is dat die dynamiek zo belangrijk is en dat die ook zulke korte tijdspannes gebruikt. Ja, ben ik wel geneigd om klinkt logisch. Als je daarin te gaan zoeken, ja. Ja, use it or lose it. Maar we kunnen natuurlijk aan de use kant, als je gaat sporten, heb je natuurlijk hele verschillende manieren om dat te doen. Hè? Duurtraining, je noemt het al. Ja. Of hoog de HIIT training. En er zijn volgens mij altijd wel discussies van het ene kamp tegen het andere. Nee, we moeten juist meer richting de HIIT gaan en et cetera. Is al een beetje duidelijk welke prikkels dan, trainingsprikkels, de mitochondriën het meeste aanzetten tot verbinding of tot verbetering? Ja en nee. Dat heb ik net ook al een paar keer gezegd. Dat is echt weer een wetenschappelijke benadering. Mag. Je zit hier als professor. Ja. Maken wij het wel praktisch. Dat klopt. Ja. Kijk, als je mij 5 jaar geleden gevraagd had, Matthijs, die HIIT-training, hè, verwacht je daar nou iets op mitochondriële functie of op oxidatieve capaciteit? Of had ik gezegd, nee joh Jurgen, kom op, dat weet je toch zelf eigenlijk ook wel. Maar er is tegenwoordig meer en meer data die echt wel laat zien dat ook HIIT-training, en dan praten we een minuutje echt hoge intensiteit, hè? Ja. 90% van je maximum, 2 minuten rust en dat doe je een half uurtje. Dus dat doe je dan 10 sessies hoge intensiteit. Kijk, we hebben recent een studie afgerond in mensen met middelbare leeftijd, een beetje overgewicht. Die hebben precies dat soort trainingen gedaan, gedurende 3 keer in de week, 12 weken lang. En we zien een massieve verbetering van mitochondriële aantal, alle maten van mitochondriële functie gaan omhoog die we hebben. En dat heeft me echt sterk verbaasd dat het effect zo sterk was. Want ik had dat eigenlijk alleen van duurtraining verwacht. Omdat je juist verwacht, bij die training worden mitochondriën niet zo aan het werk gezet, omdat het anaeroop gebeurt. Hè? De HIIT-training wordt. Dus waarom zou mitochondriën daarop reageren? Mannen wetenschappers. Ja. Ik hier als luisteraar op de bank denk, hoezo zijn jullie zo verbaasd? Nee. Want als je toch een minuut intensief, gaan toch alle systemen worden toch wakker? Dan moet de suiker moet toch ook mee en iedereen moet ook meedoen? Nee, maar ik denk dat je daar groot gelijk in hebt, Gerrit. Dat we eigenlijk vaak te binair denken. Te veel van het is suiker of het is vet. Ja. Maar in de praktijk is het heel vaak een combinatie. Ja. En ik denk om beide componenten optimaal te krijgen, moet je, en dat is ook het fenomeen van gepolariseerd trainen, moet je het ene systeem heel erg kunnen trainen en het andere systeem heel erg kunnen trainen. Maar in een wedstrijdssituatie heb jij niet altijd voor de keuze. Hè? De wedstrijdssituatie bepaalt wat jij moet doen. Ja. En daar moet je allebei gebruiken. Er zijn er momenten dat je relatief op je gemak kunt doen. En momenten dat je echt volle bak moet kunnen gaan. En mitochondrieel bezien moet je dan beide kanten van het mitochondrion, zou ik bijna zeggen, getraind hebben om daar optimaal nut uit te kunnen halen. Nou leuk, laten we zo, want dan kunnen we nu volgens mij, ik begrijp het, dus dan denk ik dat onze luisteraar begrijpt. Dan kunnen we nu wat dingen gaan toetsen, toch? Ja, van nuchter trainen tot middeltjes, tot. Laten we even bij die extract beginnen, die vraag van die Nicky. Ik ken het middel persoonlijk niet, ik heb het ook niet opgezocht, ik weet er niks van, maar ik begrijp van jullie, er is een shotje. En dan kan je dan nemen en dan zou iets in zitten en dan zouden alle mitochondriën wakker worden of zo. Ja, wetenschappelijke het gaat claim. Om olijfblad extract. Maar daar zitten wel andere dingen bij. Ook nog een vitamine en 2 vitamines, meen ik. Magnesium. Dus dat is wel lastig om te zeggen, wat is het precies? Ja. Maar het idee is volgens mij dat, maar ik vraag het zo even aan Matthijs. Dat of dit er kan. Zit de stof olepurine in. Ja. En dat is een polyphenol, maar ook een antioxidant, anti-immuunstof. Nou, en die zou in ieder geval volgens hun ook op de mitochondriën werken door daar meer calcium naar binnen te laten geleiden, waardoor dat uiteindelijk leidt tot meer ATP-vorming. Oké. Laten we gewoon bij de basale werking van dit stofje vragen aan Matthijs of dit überhaupt kan. Zou het kunnen dat je een voedingsmiddel inneemt wat dit effect heeft op je mitochondriën?
Ja, dat zouden we heel graag willen. Maar ik denk hier altijd vanuit de biofysica, want dat is vrij harde fysica, vrij harde wetten zijn dat. Waarvan we al heel lang geprobeerd hebben om ze te toetsen en te verwerpen, maar ze blijven gewoon overeind. En die vertellen je dat een mitochondrion de ATP-synthese is vraaggedreven. Dus een mitochondrion gaat niet uit zichzelf meer ATP maken, omdat er de lucht groen is, of omdat de startstreep er bestaat. Ja, of omdat er een bepaald milieu in een cel wordt gecreëerd, waardoor die getriggerd wordt of zo. Nou, dat kan dus wel, als tenminste dat milieu eruit bestaat dat de hoeveelheid ADP, dus we hebben net gehad over ATP, adenosine trifosfaat, maar nu hebben we het over ADP. Als de hoeveelheid ADP toeneemt, dat is de sterkste trigger voor het mitochondrion om meer ATP te gaan vormen. Oké. En zolang dat stofje niet op een of andere manier de hoeveelheid ADP doet toenemen, dan zal dat niet leiden tot een verbeterde ATP-vorming. Hey, en want, even heel goed begrijpen wat je zegt. Je zegt het is vraaggestuurd. Dus dat betekent als ik ga bewegen, dan ga ik energie verbranden. Dan ontstaat, dan verbruik ik de ATP die er is. Dus zegt de mitochondria, ja, zeggen, hey, dit gaan we aanvullen. En nu introduceer je een nieuwe variabele, ADP. Ja, maar dan wordt ook ADP... Wordt eigenlijk dan een verkeerde andere reactie in een omgekeerde richting. Ja, want ik ben dan even benieuwd. Wordt ADP dan ook gemaakt doordat ik beweeg? Of kan het dus wat jij zegt, mijn ATP wordt gebruikt. Ja. En dat gebruik dat bestaat eruit dat een van die fosfaatgroepen, van die trifosfaat, die gaat eraf. Aha. En dan hou ik een difosfaat over. Dus door jouw fysieke activiteit creëer jij meer ADP. Ja. Dus dat is de vraag. Naar meer energie. Want die ADP die komt omdat jouw ATP gedaald is. Ja. En dan en dat is een zelf trigger. Een trigger. Het is een systeem dat zichzelf versterkt. Ja. Dus door jouw inspanning stijgt jouw ADP. En dat is de trigger voor het mitochondrion om meer ATP te gaan maken. En jij zegt, voor zover wij nu weten vanuit de biofysica, is die ADP de enige trigger die dit kan doen. Want het middeltje, of de marketing speak van het middeltje, veronderstelt natuurlijk alsof zij dit kunnen beïnvloeden. Ja. En dat is maar, goed. Ik denk dat goed. Ik zet hem in de show mode. Het is al de iemand best wel grondig onderzocht door Rob van Berkel, heet hij volgens mij. Ja, Rob van Berkel heb je. Onderzoekdiëtist. En het leuke is, bij collega's van Matthijs, onder andere Cas Fuchs, die zijn momenteel bezig met een studie met dit middel. Ja. Omdat er nog, ik heb met Cas even gecheckt, ik kan er niks over zeggen, maar prematuur, in de toekomst. Ja. Maar het lastige, denk ik ook aan deze stof, is, en dan kunnen we meteen de switch maken, is hij is ook een antioxidant. En praat je over mitochondriën en dan dysfunctie, praat je ook vaak over radicaalvorming. En misschien is dat dan nog een takje van sport, waardoor waar we het ook over moeten hebben. Veel stoffen die beloven de mitochondriale functie te verbeteren, zeggen ja, we vangen nou eenmaal de vrije radicalen weg. En want die willen we niet hebben. Ook dit is weer mega onder de motorkap. Hebben we het wel eens eerder in de podcast over gehad. Maar ja. In het bloed is dat toch een vrije radicaal? Nee, ook juist in de mitochondriën. Ah. Waarom maken mitochondriën ook vrije radicalen aan? Dat doen ze toch, ja. Matthijs? Ja, dat doen ze. Het mitochondrion bevat zuurstof, hè, dus dat kan zuurstof opnemen. En ik heb het net gehad over de vorming van een elektrisch stroompje. Ja. En dat doet het mitochondrion eigenlijk gewoon door, of eigenlijk, maar als je, dat doet het door het pompen van het transporteren van elektronen. Mm-hmm. En om uit een zuurstof een vrij radicaal te maken, moet het zuurstofmolecuul een elektron opnemen. Mm-hmm. Dan krijg ik een vrij zuurstofradicaal. Die elektronen in het mitochondrion die worden getransporteerd om een stroompje te genereren, om die stroomverschil over de membraan te creëren. En dat stroomverschil, nou wordt het allemaal weer technisch hoor, maar wordt gebruikt om vanuit ADP ATP te maken. Aha. Dus die fosfaat die aan ADP gebonden wordt, die binding gebruikt de stroom uit dat stroompje. Ja.
Dus als ik permanente vorming heb van ATP, dan zal die elektronenstroom, die blijft stromen en stijgt niet. Mm-hmm. Dus het idee van tijdens fysieke inspanning stijgt mijn zuurstofradicaalproductie, dat is niet helemaal correct. Want die stroom, die elektronen, die worden gebruikt om ATP te vormen, niet om vrije zuurstofradicalen te vormen. Ja. Maar, nu heb jij hard gerend en jij stopt met jouw rennen, acuut. Dus jouw ATP-vraag, die daalt. Ja, maar alles staat nog aan. Ik zie alles staat vormen. Nog aan. Ja. Precies, dus al die elektronen, die zijn daar nog. Ja. En op dat moment gaan die elektronen interacteren met die zuurstofmoleculen en vormen ze vrije radicalen. Ja. Dus het is niet zozeer het inspanningsmoment zelf, als wel het moment dat je in intensiteit teruggaat of dat je helemaal stopt. Dat is het moment waarbij die superradicaalvorming plaats gaat vinden. Superoxideproductie. Ja. Helder uitgelegd. Wat ik dan nog even niet begrijp, wat ik weet uit een eerdere aflevering, antioxidanten, zoals die voorkomen in allerlei voedingsstoffen, binden dan die vrije zuurstofradicaal weer. Dat willen we, want het wordt geassocieerd met allerlei vervelende ziektes. Maar dan begrijp ik nog niet waarom je zou vermarkten dat als je antioxidanten zou innemen extra, dat dat de mitochondriële functie zou verbeteren. Of is nou, dat dan ook onjuist? Goed punt. Ja, dat is een heel goed punt. Dus ik heb me net ingespannen. Ja. Ik heb die superoxideproductie. Ja. En je kunt dat zien als dat beschadigt mijn mitochondria. En dat is ook wel aangetoond. Je kunt het ook zien als dat is een trigger voor mijn mitochondria om zich aan te gaan passen aan de nieuwe situatie. Ja, om te gaan stoppen. Hey, wacht eens, mijn lijf is zwaarder belast geweest dan dat ik normaal gesproken doe. Ik moet meer mitochondria gaan maken. Ja. Ik moet nieuwe mitochondria gaan maken. Op de volgende inspanning. Ja. Precies dat. Dus het is niet verwacht, ik heb die mitochondria meer nodig, of ze moeten beter worden, of weet ik veel. Hè? Dus die verwacht iets getriggerd door die superoxide. Als dat niet direct komt, dan wil je die superoxideproductie niet te hoog laten worden, inderdaad. Want dat voor een deel beschadigt dat de mitochondria. Maar voor een ander deel ruimt het ook beschadigde mitochondria op met als doel om de stukken die nog goed zijn te gebruiken voor het bouwen van een nieuw mitochondrion, waarvan ik net gezegd heb, dat is ingewikkeld. Ja. Dus je wil jouw motor voorzien van een nieuwe distributieriem zonder dat je 5 cilinders opoffert. Ja, precies. En weer goed uitgelegd, maar ik probeer het weer praktisch te maken. Want zeg je nou dus eigenlijk antioxidanten eten of stopjes of supplementen innemen die claimen dat ze met antioxidanten dit doen, moet je dus eigenlijk helemaal niet doen. Want die vrije radicaal die anders gebonden wordt, die is bezig met jouw mitochondriën uiteindelijk ook te verbeteren. Dat zou mijn gezichtspunt zijn. Ja. Er zijn ook een boel mensen die dat anders dit zien. Dit is een wetenschappelijk antwoord voor ja. Nou ja, ik denk dat wel. Ja. Maar er zijn ook wel studies die anders bewijzen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook studies. Ik denk dat waar het heel erg op neerkomt, Gerrit, is dat je dit doet op precies de juiste momenten. Wat doet die antioxidanten innemen? Antioxidanten. Nou ja, je weet ook niet hoe snel ze uiteindelijk bij de mitochondriën belanden. Want dat is het proces. We weten ook natuurlijk allemaal niet. Hè. Je neemt iets door je mond en je hoopt dat het in je spieren terechtkomt. Ja, dat is eigenlijk al abracadabra natuurlijk. Mm-hmm. Dat gebeurt wel hoor. Maar ja, de tijdspad daar naartoe, dat ken je niet. Precies, ja. Ja. Maar als jij... Ja, ik probeer toch altijd te denken van de fysiologische aanpassingen. Die inspanning leidt tot de fysiologische aanpassing voor een deel getriggerd door die superoxidemoleculen. Ja. Als je die allemaal wegvangt, dan krijg je die adaptatie niet. Er zijn ook wel studies die dat laten zien. Die hebben met hele hoge doseringen vitamine C gezien dat als je dat neemt, dat je eigenlijk de adaptatie aan training niet zo effectief is als dat die is zonder die antioxidanten. Kijk, en dan maken we het daarmee dus zeg ik praktisch. Niet dat je ze niet... Ja, ja. Want dan maar ik zeg niet dat je ze niet nodig hebt, hè? Nee, want nee, ze zijn dat is echt de andere kant essentieel. Van de medaille. Maar het extra innemen, zeg je dus eigenlijk, nou, dat we hebben dus studies die gewoon laten zien, dan word je helemaal niet sterker, of zeker niet sneller sterker. Nou, dat gaat ook wel weer over hele hoge doseringen. In ieder geval hoge doseringen in het drankje wat je neemt, wat dan uiteindelijk bij jouw mitochondria terechtkomt. Niemand weet het echt, denk ik. Nee, precies. Hey, en dat andere voedingsmiddel, die... Taurine, waar Lucas ons over tipte. Is daar dan wel het nieuwste wetenschappelijke inzicht dat het positieve effecten heeft? Ja, die snap ik niet zo goed. Die snap je niet zo goed? Nee, ik moet denken, taurine, ik kom er niet zo heel vaak tegen, maar toen ik
heel veel jonger was. Eind middelbare school, wat voor mij eind jaren 90, begin 0 was, kwamen de energiedrankjes op. Die kids lopen er nu de hele dag mee. Maar daar staat toch ook op dat er taurine in zit? Nee, maar het is wel in het geval van veroudering wordt toch ook wel gekoppeld soms aan een ander of minder functioneren van mitochondriën. Ja. Een beetje in die hoek. Maar ja, maar je kan het werkingsmechanisme ook niet plaatsen richting... Nou, voor veroudering, laat ik het zo zeggen. Je mitochondrion is, dat heb ik geprobeerd te vertellen, voor een belangrijk deel afhankelijk van eiwitten die komen uit het mitochondriële DNA. Ja. Mm-hmm. Dat krijg je van je moeder en dat heb je. Ja, dat is uniek. Als alleen moederskant zit jouw mitochondriale is jouw mitochondriale DNA van afkomstig, hè? Ja, ja. Maar dat komt omdat Sorry? Ja, ik zit opeens, ik kijk Jurgen aan, maar ik denk, waar hebben we nou laatst eerder ook gehoord dat rondom spieropbouw er iets was met alleen van moederskant? Ja, dat kwam ook via Lucas, want zijn dochter doet daar onderzoek naar in Nijmegen. Oh, oké. Het heeft ook te maken met spieropbouw in ieder geval. In ieder geval die hoek DNA, die is inderdaad van moederskant. In die zin, Van der Poel, leuk dat je vader leuk kon fietsen, maar hij heeft het van zijn moeder. Maar die kan ook goed fietsen, geloof ik. Nou ja, dat is een nuancering, want het zijn geloof ik maar 12 of 23. Ik dacht dat het 23 RNA's zijn of zo vanuit het mitochondriële DNA die coderen voor eiwitten. Ja. En heel veel meer vanuit de kern. Oké. Ja. Maar er zitten wel hele essentiële bij. Exact. En jij zegt dus, dat was even de korte klap, vanuit jouw wetenschappelijke kennis, kentheid met studie, kan jij niet verklaren waarom taurine een positief effect hierop zou hebben? Nou, en daar maakte volgens mij Jurgen de link naar veroudering. Ja. En wat ik daarover zou willen zeggen is dat de mitochondriële DNA, dat heb je dus. En over je jaren heen, over je leeftijd heen, stapelt zich daar langzaam mutaties in op. Hmm. En het reparatiemechanisme van het mitochondriële DNA is gewoon veel minder goed dan dat we dat van kern-DNA hebben. Dus daar zit denk ik een verouderingsaspect van mitochondriële dichtheid, functie, capaciteit, die voor een deel wel kan samenhangen met opstapeling van mutaties in het mitochondrieel DNA. Ja. En speelt training of een leven lang blijven bewegen een beschermende rol inderdaad in ook de achteruitgang van je mitochondriale DNA? Is daar iets over bekend? Niet bij mij uit mijn hoofd. Okay. Ik hou er altijd heel erg van om te zeggen van want training is altijd goed. Proces zou het niet logisch zijn, want je zegt het is gewoon mutatie op mutatie op mutatie. Gewoon tijd. Ja, nou ja. Het is gewoon tijd en het is ook een tijd in een fase van ons leven die we vroeger nooit bereikten. Ja. Ja. Oh, misschien is het hele systeem wel ingericht om je mitochondriële fitheid te behouden tot rondom je 45ste of zo. En alles wat daarna gebeurt. Ik heb nog 2 jaar. Knallen. Dit is grof stoffelijke benadering. Oh, okay. Ja. Ik wil nog één stofje wel noemen, omdat je daar zelf veel onderzoek naar doet of hebt gedaan. Resveratrol. Pardon? Dat is een polyphenol, als ik het goed heb. Waar kom ik dat tegen in mijn keukenkastje in mijn huis? Nou ja, reden dat je er veel onderzoek aan doet, wil toch zeggen dat daar misschien wel nog wel wat in zit qua handhaven van de mitochondriale capaciteit. Nou, de reden dat we er onderzoek naar doen is heel platvloers. Dat was op dat moment een hip stofje. Waar veel mensen een boel fuzz omheen was. En we dachten van, we hebben wel een goede setting om daar echt metingen in te gaan doen. Waar zit het allemaal in? Ik heb er nooit van gehoord. Wat is nou, het zit onder andere in de schillen van rode druiven. En daarom werd het zo hip, want dat betekent dat... Is dit het glas rode wijn? Oh nee, dit is een schil alweer. Dit is het glas rode wijn. Ja. Ja, nee, dus... het punt is dat als je de hoeveelheid resveratrol tot je wil nemen via rode wijn die wij gegeven hebben. We hebben destijds 150 milligram gegeven. Dan heb je heel dagelijks. Leven. Nou, niet eigenlijk, denk ik. Want je moet dan dagelijks 13 flessen rode wijn drinken. maar van het geven van dat stofje aan zich hebben wij wel positieve effecten gevonden. En die waren detecteerbaar in een relatief kleine groep. Dus dat betekent toch dat je... dat het best wel sterke effecten waren. En dat waren positieve effecten op substraatkeuze. Dus hoe snel kan het mitochondrion kiezen tussen vetten en suikers? En wij zagen ook in die spier dat die aanpassingen deed met betrekking tot zijn vetverdeling, die lijkt op wat je in een atleet ook ziet. En dat wil zeggen dat er kwam minder vet in de lever bij deze mensen. En de
vet in de spier, dat ging zich reorganiseren op een manier zoals dat ook in een duuratleet gebeurt. En dat wil zeggen dat het dichter tegen de mitochondria aan gaat kruipen en in kleinere bolletjes ligt, waardoor het efficiënter ATP kan vormen. Dus dat zagen we onder invloed van resveratrol. Maar jij zegt wel in hoeveelheden 13 flessen rode wijn. Dus we gaan hier zeker niet praktisch advies geven. Ga toch maar iedere keer aan de rode wijn. Ik drink sowieso geen alcohol, allerlei andere negatieve effecten. Maar ik zou wel denken, een slimme fabrikant of een iemand. Is dit dan via supplementen of andere middelen wel in te nemen? Ja, uitvoerig op de markt. En zoals de markt vaak is, zijn er preparaten die heel veel zuiverder zijn dan andere preparaten. Ja. Maar je kunt... En hoe heet het dan, Matthijs? Want ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ja, transresveratrol. Dat kun je gewoon kopen. Okay. Ja. Dat eet je dan als een pilletje of zo? Ja, je kunt het in pilvorm tot je nemen. 150 milligram bij Nederland. Ja. Eet jij het ook, Matthijs? Nee, ik ben heel, heel ouderwets. Ik eet boterhammen met kaas. Maar toch even... Want dit is dan fascinerend. Want nu gaan we richting slimmer presteren. Hier in de podcast ook. Jij vindt als wetenschapper een opmerkelijk... positief effect. Sterker nog, je zegt kleine populatie, ik had weinig proefpersonen en toch vond ik het. Het is een effect wat dus door inname van voeding leidt tot een adaptatie die ook te bereiken is via intensief sporten. Waarom zeg je dan toch niet zelf eat my own dog food? Holy shit, ik ben zo overtuigd, ik ga die pillen slikken. Ja, dat is een goede vraag. Ik ben niet zo van de pillen. En dat wil niet zeggen... Het is niet een wantrouwen in mijn eigen onderzoek of zo. Waarom neem ik ze niet? Er zijn ook andere manieren waar ik beleef meer plezier aan. Misschien hebben jullie side effects gezien of nadelen? Of is er nog heel veel onbekend? Het is ook heel veel onbekend. En ik denk voor een boel van die stoffen... we nemen het dan in doseringen waarvan je eigenlijk denkt... de innamedosis is nogal suprafysiologisch. Hè? Als je zegt 13 flessen rode wijn... Suprafysiologisch, oftewel veel te veel. Ja. Ja. En we hebben geen enkele side effects gezien. Maar ik ben toch altijd ergens een beetje terughoudend in het innemen van stoffen in doseringen... die je eigenlijk in de natuur normaal gesproken niet tot je neemt. Niemand drinkt 13 flessen wijn. Nee, laat staan de hoeveelheid kilo druiven die je daarvoor moet opeten. Ja. En het is dit specifieke effect wat jij wel vindt. Maar ik denk niet dat je hier heel erg harder van gaat fietsen. Hè? Want daar komen nogal andere dingen bij kijken dan die paar effecten die Matthijs heeft ondervonden. Ja, ik bedoel gezondere vetopslag en beter aanspreekbaar vet. We moeten nog één haakje hebben we open. Ik kijk ook naar de klok. Wij hebben het eerder in deze podcast gehad over nuchter trainen. Ja. Volkswijsheid en het boek wat dat beschrijft ligt hier bij ons ook op de stapel. Zeg, hey, als jij je lichaam wil trainen om efficiënt vet te verbranden, moet je het vet aanbieden. Dat is een van de redenen waarom ik ook bijvoorbeeld netjes volle yoghurt eet. Onder het idee, als hij nooit vet te verwerken heeft metabolisch, dan leert hij het ook niet gebruiken. Maar twee, nuchter trainen, want dan heb je lekker weinig koolhydraten en dan moet je lijf dat ook wennen. Wat is jouw visie daarop, Matthijs? Klopt dat? Is dat slim? Ja, daar ga ik een heel eind in mee. Ja, afhankelijk van jouw doel voor je training. Hè. Kijk, daar hebben we het weer met dat gepolariseerde trainen. Als je echt je vetoxidatieve systeem wil trainen. Ja. En dan maximaal benefit van die training wil hebben. Dan denk ik dat je er goed aan doet om dat nuchter te doen. Om die training ook echt op een hele lage intensiteitsniveau in te steken. En ook na die training nog een uurtje of twee, drie even niks te doen wat lijkt tot een insulinepiek. Dus al die koolhydraten hou je eventjes achter de hand. Ja. Die heb je echt wel nodig. Maak echt niet de fout door alleen maar gevast te trainen en nooit meer de koolhydraten bij te eten. Dat is wat Guido Vroeme toen zei in die aflevering. Die was er een tegenstander van, omdat hij zegt je creëert een soort energiebalans waar de hele onbalans, waar de hele dag achteraan blijft lopen. Ja, dat ben ik niet helemaal met Guido eens, denk ik. Maar ik denk dat... Voor mij ligt er weinig wetenschap onder en voor Guido net zo min. Maar ik probeer het dan, als dat er niet echt is, denk ik... Als we nog heel even wachten, dan komt hij er zo bij in de Zoom. Dan brengen jullie even met elkaar in gesprek. Nee, ik bedoel niet het statement van... Kijk, als jij mij nou vraagt, Matthijs, heb je betere prestatie gemeten na ochtendtrainingen versus middagtrainingen of nuchter trainingen versus koolhydraatrijk trainen? Nou, stel ik je die vraag. Ja, dan zeg ik in prestatiematen niet. Aha. Niet detecteerbaar.
Maar ik denk altijd dat dat heeft meer te maken met dat wij zo slecht zijn in het meten van prestatie, dan dat er geen effecten zijn. Want als ik kijk naar alle metabole routes, dan gaan al die signaaltransductieroutes, die allemaal moeten leiden tot betere oxidatieve capaciteit, tot beter vermogen om vet te verbranden, die gaan in een nuchtere toestand allemaal aanstaan. Mm-hmm. En die zet ik acuut uit als ik een insulinepiek creëer. Dus als ik die koolhydraten tot me neem, dan zegt het lijf direct stop maar met die aanpassing aan die vetverbranding. Ik heb de suikers en daar ga ik lekker mijn ding mee doen. En ik ben het eens met Guido als het gaat over zorg dat je die koolhydraatinname op peil hebt en dat je je voorraden aangevuld hebt op het moment dat je hoogintensiteitsactief moet zijn. Ja. En dat kan zowel een wedstrijd zijn als een hoogintensiteitstraining, want die kun je alleen maar doen als je voorraden aangevuld bent, zijn. Ja. Maar een tijdje met lege voorraden rondlopen is helemaal niet verkeerd. En evolutionair bezien valt er ook van alles voor te zeggen. Ja. Dit is wat wij vroeger ook deden. Wij gingen vroeger nuchter op jacht. Ja. Om eten te halen. Ik moet zeggen, ik ben wel ergens blij met deze nuance. Want ik heb een tijd voordat Guido dit had geroepen ook vrij veel regelmatig nuchter getraind. Ja. En ik geloofde er ook wel in. Maar ik kon me ook wel vinden in de uitleg van Guido. Ja, maar je moet gewoon op energie trainen. Ja, maar die wilde gewoon ook kwalitatief goede training van jou. Dat is waarom hij het zei. Dat is denk ik belangrijk. Ja, op het moment dat die kwaliteit leest, de intensiteit niet gehaald kan worden vanwege een gebrek eigenlijk aan de efficiënte brandstof. Ja. Maar dan ben ik het helemaal met hem eens. Ja. Dus dan gaat het weer heel erg, en daar kom ik na 148 afleveringen steeds meer achter, dat we bij al dit soort uitspraken de hele tijd erbij moeten zeggen, over wie hebben we het? Ja. Want hebben we het inderdaad over een nog recreatiever dan ik, hè? Want ik ben een recreatieve prestatiegedreven atleet. Het is ook de Slimmer Presteren podcast. Maar hebben we het over iemand die zegt, nee joh, ik ga gewoon 2-3 keer in de week een rondje hardlopen omdat ik niet te veel wil aankomen of omdat ik een beetje op gezond gewicht wil blijven. Daar kan het dan juist wel handig voor zijn, want die heeft dan al dat soort aanpassingen in mitochondriën die leren vet verbranden. Is dat de nuance, Matthijs? Nou, eerlijk gezegd, als jouw doel is, ik wil gewoon 3 keer in de week lekker sportief actief zijn en ik denk dat mijn gezondheid dat positief beïnvloedt, dan zou ik zeggen, cut the crap en ga gewoon lekker hardlopen, jongen. Want, geen pilletjes, geen nuchter, geen... Want dat nuchter trainen, daar word je helemaal niet gezellig van. Hè? Ik weet niet of je het inderdaad lang volhoudt. Dat herken ik. Daar krijg je een soort dipje achter. Ja. Kijk, en als jij dat braaf doet en je komt thuis en jouw vrouw of je kinderen zeggen van ja, dat is leuk dat geren van jou kan wel gezond zijn, maar voor ons gezin is het een drama, want jij loopt hier alleen maar zagrijnig rond. Nee, maar dan bereik je veel minder. Ja. Kijk, als het gaat over het, en dat is eigenlijk mijn leerstoel van we willen mensen via bewegen gezonder maken, dan moet je wel zorgen dat het een beetje leuk is. Mooi. Kijk, en dat een Primoz Roglic winst behaalt door volledig nuchter te kunnen trainen, dat is mooi voor hem. Ja. Maar als, als ik als vader zijnde en huisman alleen maar zagrijnig rondloop en daardoor door mijn familie of mijn gezin ontmoedigd wordt om fysiek actief te zijn, dan ben ik verder van huis dan wanneer ik braaf nuchter ga trainen en... Snap je wat ik bedoel? Ik snap het helemaal. Wat een fantastisch mooi betoog. Ik denk dat we hem aardig rond hebben. Het voelt wel, Matthijs, ook de manier waarop je spreekt en ook hoe je nu in de bredere context stapt, dat ik niet uitsluit dat we nog eens een keer naar professor Hesselink bellen. Zou je dat leuk vinden en bereid toe zijn? Ja, nee, dus ik vind het leuk om te doen. Dus, mooi. Dan kunnen we namelijk daarmee ook zeggen dat alle vragen, opmerkingen, tegenwerpingen en puristen die nu willen reageren, die kunnen we allemaal mooi verzamelen dan ook met jou in gesprek brengen. Dan ga ik eens even uitleggen aan iedereen hoe ze ons kunnen bereiken. Dat kan op een aantal manieren. Wij zijn de @slimmerpodcast op Instagram, op Twitter en ook op LinkedIn tegenwoordig. Ga ons vooral volgen. Dan weet je meteen iedere vrijdag waar de eerstvolgende aflevering van die week over gaat. Dus geef ook een duimpje of een hartje op de aflevering, zodat meer mensen hem ontdekken. En je kan ons daar ook DM'tjes sturen met suggesties, vragen of opmerkingen. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina, ook van deze week. Daar kun je het linkje pakken en dan kan je dan door WhatsAppen of op je eigen LinkedIn zetten. Of iedereen die baat zou hebben bij wat hier zojuist gedeeld is de afgelopen uur. Of je kan ons direct even mailen via post@slimmerpodcast.nl, zoals bijvoorbeeld Nicky de Korte deed. Met jouw vraag, met jouw suggestie, met jouw opvallende advertentie die je wel eens debunked wil hebben. En dan zetten we dat op onze lange redactielijst.
Kan even duren. Ik heb er niet bij staan wanneer Nicky gemaild heeft. Maar het zou zomaar een jaar geleden kunnen zijn. En nogmaals, Nicky, je zult ook nog even moeten wachten tot die Maastricht-studie Cas Fuchs ook afgerond is. En dan kunnen we waarschijnlijk nog wel een keer een aflevering op terugkomen op dit onderwerp. Precies. Matthijs, nog één vraag aan jou. Ik hoorde iets over wielrenfietsen. Ben je zelf ook duursporter? Ja, denk het wel. Jawel, ja, een beetje. Ja. Nee, ik heb wel ik heb een sportachtergrond en dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel. Log jij die trainingen ook op Strava? Ja. Heel goed. Want een van de voordelen van Special Guest zijn de Slimmer Presteren podcast is dat je ook, terwijl je misschien nog geen vriend van de show bent, toegang krijgt tot onze Slimmer Presteren podcast club. En dan kunnen ook alle andere vrienden van de show zien wat jij zoal traint. En dan kunnen we elkaar stimuleren en duimpjes geven en reacties geven op mooie prestaties. Dus die uitnodiging krijg je. En we sturen ook naar je op een mooi exemplaar van het Slimmer Presteren Active Dry sportshirt. Daar kun je mooi de sier mee maken op de Universiteit van Maastricht. Net zoals Cas, die loopt er ook regelmatig in rond, neem ik aan. Nou, dan gaan we hier met z'n tweeën rondlopen. Ja. Dat is leuk. Ja, dus zit op dezelfde gang. Dus, ja, maar niet te nuchter dan, hè? Want dan word je een beetje chagrijnig. Dat moet je niet hebben. Met 13 flessen rode wijn. Ja. Hey, als met een kopje koffie erbij, dan kom ik een heel eind. Ja. Okay. Dat denk ik ook. Ja. Matthijs, dankjewel voor je tijd vandaag. En je erg interessante inzichten, heldere uitleg over een zeer ingewikkeld onderwerp. Maar ik geloof dat ik het nu wel begrijp. Leuk, hè? Ja, dankjewel Matthijs. Dankjewel. En tot de volgende keer. Hoi, hoi. Ja, oké. Hoi. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Hoi. Ja, wat goed dat je ook nu weer luistert helemaal tot het einde van de aflevering. Want iedere week delen we nog een tip, uiteraard gebaseerd op een wetenschappelijke studie, om slimmer te presteren in je werk of in je leven in het algemeen. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week voor ons meegenomen? Ja, dat is een mooi onderzoek. We hebben gekeken naar mentale vermoeidheid. Want daar hebben we allemaal wel mee te maken. Dat zeker dreunt, op je werk. Dreunt vaak door, ook als je dan gaat fietsen of hardlopen. Ja, stress. Ja. En dat komt je fysieke prestatie niet ten goede. Nou ja, hoe kun je dat eigenlijk verbeteren? Door juist breinuithoudingsvermogen. Te trainen. Trainen, ja. Ja. En dat doe je. Nou, er zijn apps voor. Dus spelletjes, hè, van die strobe test. Die ken je misschien wel. Woorden in een bepaalde kleur. En als inderdaad de kleur overeenkomt met de kleur van het woord, zeg maar. Moet je dat zeggen? Ja. Moet je dat aangeven. Nou ja, dat is training hebben ze gedaan bij profvoetballers. 4 weken lang tijdens een trainingskamp. Dat ze na afloop van de normale training moesten zij een half uurtje even van die testjes doen. En dan zagen ze daadwerkelijk dat het voor een verbetering in hun fysieke, cognitieve en multitask-eigenschappen zorgde. Wauw. Dus het feit, want ik heb een tijd met zo'n appje rondgelopen, kost wel ook weer tijd. Ja. Ja. Maar dat heeft dus een positief effect op je brein. Maar ze laten dus nu ook zien, ook op je fysiek. En daarmee is de cirkel weer rond. Ja, dus als jij toch op je telefoon wil zitten, dan is het misschien handiger om dat soort mentale training te doen. Dan Candy Crush je. Ja. Goeie tip. Ik ga nog even een brain training doen.